En wat is er heerlijker dan dit? Aan de Maas zitten, in de zon, met een tas vol boeken. Kijk, natuurlijk kan je naar de boekhandel. Dat stimuleren we alleen maar. Of naar de bieb. Ook dat stimuleren we. Maar heb je daar geen tijd, geen geld of geen zin in? Ga eens langs een mini-bieb. Stap eens binnen, stap eens af van je fiets en kijk eens in zo'n ruilboekenwinkel. Kijk, ik heb een strip, een realityboek. Wat nog meer? Een Engelstalig boek, natuurlijk. Kinderboeken, ook volop. En, nou ja, zelfs de nieuwste Stephen King heb ik gevonden. Allemaal gratis en voor niks of om te ruilen. Kijk, in Kuik kun je op verschillende plekken ook in een supermarkt terecht. Ook daar staan boekenkasten waar je boeken kunt lenen, kunt ruilen of gewoon kunt meenemen. Maar Wijk TV De Valuwe, die gaat langs de kleine ruilboekenkasten. En je ziet, uren leesplezier voor iedereen. En we hebben er weer één gevonden. Zo'n leuke mini-bieb aan de kant van de weg. Een druk bezochte weg. In Kuik bij de Veldweg. En deze prachtige mini-bieb is van Margelien. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, we zijn een mini-bieb begonnen in januari. En ja, we vonden het zo'n leuk idee om iets te kunnen betekenen. Hè? Gewoon gratis boeken om te lenen en om te ruilen. En inderdaad aan een druk bezochte werk. Dus dat is wel echt heel leuk om meteen ook een beetje promotie. En mensen die zien het. Leuke reacties gekregen meteen. Dus met alle enthousiasme begonnen. Ja. Want voor mensen die niet precies weten waar de Veldweg is. Hij is vlakbij een station. Hij is vlakbij een school. Ja. Dus er komen hier echt heel veel mensen langs, hè? Ja, klopt. Je ziet mensen die naar het station gaan. Dat is nu natuurlijk iets minder nu met de corona. Maar je ziet wel mensen die langslopen. Of ouders die de kindjes naar de basisschool brengen. Of naar het dorp gaan om te winkelen. Ja, dan zie je meteen dus de aanloop. Dus dat is heel leuk. Ja. En is het al druk geweest sinds januari? Ja, ik vind het wisselend druk. Hè. Het kan best zijn dat er elke dag iemand komt. En soms dan is het even een paar dagen stil en merk je eigenlijk geen dat niemand komt ruilen. Maar dat vind ik ook wel het leuke, dat je soms verrast wordt van wat er in je mini-bieb ligt. Hè. Als mensen ook weer boeken komen brengen. Dus dat, dat is leuk, die wisseling. Ja. Hoeveel boeken heb je ongeveer in je mini-bieb staan? Ik heb ze niet geteld deze keer, maar ik denk een stuk of 40 misschien wel. Hè, als je de kinderboeken meerekent. En dat wisselt ook per keer. Hè. Ik heb best wel wat donaties gekregen, dus dan probeer ik ook wat door te ruilen. En op die manier ook het aanbod te laten wisselen. Ja. Want hoe ben je begonnen? Je dacht van, ik bouw een kastje en ik prop mijn eigen overbodige boeken erin. Dat was wel het idee inderdaad. Mijn man die heeft het kastje gemaakt, dus dat was wel heel fijn. Die heeft het rondom kerst heeft hij flink geklust in de schuur. En dan ga je zoeken van hoe mag je een mini-bieb beginnen. En dat mag op je eigen grond. Dus dat was heel leuk. En ik ben begonnen met eigen boeken. Maar ja, nu, ik hoopte er vanaf te komen, maar dat is dus niet het geval. De schuur staat ook alweer vol met een hoop nieuwe boeken. Hoe komt dat dan? Ja, ik zit op Facebook, Instagram, dus mensen hier uit de omgeving die lezen dat. En die komen dan toch weer met een tas vol met boeken. Dus dat is echt super fijn. En zo kun je ook doorwisselen. Dus dat is wel het mooie aan de mini-bieb. Ja. Maar als mensen elke keer boeken komen aanleveren, dan kun je er dus druk mee bezig zijn. Hoeveel tijd besteed je aan de mini-bieb in een week? Ja, ik denk dat ik af en toe even een minuutje even in de mini-bieb kijk. Dus dat ik even kijk van, zitten er weer nieuwe boeken in? Is er wat gewisseld? Moet ik nog wat aanvullen? Dus dat is bijna dagelijks. Dat vind ik ook gewoon echt heel leuk. En meestal in het weekend denk ik een half uur. En een beetje afhankelijk van wat er nodig is. Ja, ja. Als de boeken nu een week of twee weken erin staan, denk je dan ga ik ze nu wisselen? Of laat je ze gewoon net zo lang staan tot ze een keer weg zijn? Nee, ik wissel wel regelmatig door, omdat soms kan het zijn natuurlijk dat er mensen regelmatig langslopen en dan is het wel leuk om weer een nieuw aanbod te zien. Dus ik wissel meestal elke week wel een paar door. Niet heel het kastje, maar meestal een stuk of 5, 6 wissel ik dan wel weer door. Ja. En wat voor soort boeken heb je erin staan?
Ja, echt wel heel divers. Echt persoonlijke verhalen, dus echt de waar gebeurde verhalen, maar ook thrillers. Er zit nu weer een leuke roman in, maar ook wat prentenboeken van de kinderen. Kinderboeken die net beginnen met lezen, dus dat zit er ook in. Maar ook voor de young adults, dus echt van 13 jaar en ouder, zitten ook leuke boeken in. Dus van alles wat. Ja. Echt heel veel genres. Ja. Dat wil je ook zo houden? Je wil je niet speciaal richten op... Nou ja, op één soort publiek. Nee, want ik denk dat dat wel juist het leuke is van een minibiepje. Dat je verrast wordt door boeken die je misschien zelf niet kent. Of die je ook misschien niet direct zou kopen. En dat je dan denkt, hé, dat is een leuke schrijver. En nou ja, dat je dan misschien ook, dat doe ik zelf namelijk. Ga ik weer naar de bibliotheek zelf ook nog. Om daar weer eens even van diezelfde schrijver iets leuks te vinden. Dus het vult mij zelf aan in beeldvorming. En ik hoop dat dat bij anderen ook zo gebeurt. Ja. Ja, echt om te ontdekken of je een schrijver leuk vindt. Kan je nu ook merken dat iemand bijvoorbeeld een boek meeneemt en dat het 2 weken daarna weer in je kastje staat? Ja, ik heb een paar boeken van Linde van Rijn. Die zijn toevallig vanochtend dus alweer opgehaald. Maar die zijn dus teruggekomen en die zijn eigenlijk weer weggegaan. En dat vind ik ook wel leuk. En soms dan komt er echt iets nieuws voor en soms dan komen ze gewoon weer terug. En dan vul je hem zo weer aan. Ja. En ben je ook aangesloten bij een mini-biepen club of boeken.nl of... Weet ik wat? Ja, op verschillende plekken. Kinderzwerfboek, daar staan ook wat stickers van. Hè. Dat is echt om ook wel te zorgen dat kinderen aangezet worden en kunnen lezen. Maar ook de Minibiep, dus minibiep.nl, een minibibliotheek. Daar is ook een app van voor Android bibliotheek. Dus dan kun je ook andere bibliotheeks opzoeken die in het land eigenlijk zijn. En Nudge. En Nudge is dan eigenlijk ook waar de voedselbank voor bijen nu bij zit. Maar Nudge is eigenlijk ook dat je gratis iets doet voor de samenleving, iets bijdraagt. En dat is, dat doe ik daarmee ook. Ja. Dus dat is een heel andere tak die je erbij verbindt. Want inderdaad, zoals we hier kunnen zien, heb je er nu een poster hangen van de voedselbank voor bijen. Ik zie ook inderdaad in jouw kastje wat dingetjes staan. Kan je daar kort dan nog iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, de bijen worden gewoon bedreigd omdat er gewoon niet overal genoeg bloemen en dus ook voedsel is te halen. En ik zag de oproep dat je je kon aanmelden voor een bijenbank, een voedselbank. En dan kun je dus gratis zaadjes uitdelen aan anderen. En nou ja, dat zijn van die kleine dingen die ik heel leuk vind om met zo'n minibiep bij te dragen. En er ligt ook een bakje met ruilen voor stickertjes of voor spaarzegels. Weet je, als mensen die hebben, dan kunnen ze hier brengen. En andersom leggen wij ze er ook in als wij te veel hebben. Dus op die manier probeer ik zo'n kleine bijdrage te geven. Ja. Mooi, zo van als je er toch bent, doe nog iets extra's. De minibiep zelf is gratis en ik vind het mooi om op die manier ook daar nog wat kleine aanvullende dingetjes aan te doen. En een keer een boekenlegger of de minibibliotheek heeft ook een open dag in 5 juni. Dus dan probeer ik weer extra boeken buiten te zetten en ook een lijst met adressen van andere minibieps. Zodat je ook een beetje weet van waar zit de rest. En zo probeer ik daar iets in te betekenen. Ja. Lees je zelf graag? Hoop je dat er een boek van een speciale schrijver in jouw kastje komt? Nou ja, ik merk dat ik nu zoveel leuke boeken zie dat ik het niet meer bij kan houden, zeg maar. Want ik zie in de minibiep vaak weer nieuwe boeken, nieuwe genres, nieuwe schrijvers. En ik lees heel graag. Dus ik probeer ook soms toch een boek uit en die lees ik en dan komt hij weer hier terug in. Dus zo probeer ik ook zelf er gebruik van te maken. Maar ik merk dat ik het niet bij kan houden met hoeveel leuke boeken erin staan. Dus er zijn ook heel veel boeken die ik nog zelf niet heb kunnen lezen. Ja. Nee. Maar ja, goed, die komen misschien wel weer terug. Ja. Ga je zelf ook wel eens op visite bij een andere minibiep? Ja, zeker. Ja, ik ben al bij een paar minibiebs hier in Kuik geweest, die jullie ook onlangs allemaal al hebben bezocht. Maar ook wel verder weg. Er zijn echt hele leuke minibiebs, zoals een Pipowagen in Gassel. Zo heeft iedereen wel zijn eigen manier om een minibiep te vormen en te maken. En dat is heel leuk om even te snuffelen in die andere minibiebs. Ja. Ja. Nou, dankjewel Margeleen. Eén ding nog. Heb je ook wel eens een boek gekregen waarvan je zegt van, nou dat is zo bijzonder, of daar was ik al lang naar op zoek, of nou deze komt mijn kast niet in? Ik heb enerzijds Tropenbruid. Dat was echt een boek die ik zelf niet had bedacht om ooit te kopen. En dat was gewoon een heel mooi boek. En die is ook alweer naar een andere minibiep houder, die wilde hem ook heel graag lezen. Dus was een boek waar ik echt heel blij van werd dat ik die tegenkwam. Ja, en wat ik wel soms merk, dat is wel zoeken naar van welke genres lopen hier goed. Dus soms dan staat er een boek in die wat langer duurt of waarvan ik denk, ik weet nog niet of het gaat lopen, maar ik zet hem erin. En dan kijk ik zo wat hier het publiek ook leuk vindt om te lezen. Ja. Ja. Okay.
Nou, dankjewel voor de tijd. En waar kunnen mensen jou nog vinden op Facebook als ze meer willen weten? Ja, je kunt sowieso zoeken op Minibiep Veldweg of Minibiep Veldweg 26. Dan kun je als het goed is de pagina vinden. En op Instagram hetzelfde, Minibiep Veldweg. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.